Ik ben er klaar voor, ja. De kelvlog. Sorry. Hey, mensen. Misschien is het al opgevallen, maar deze muur is niet meer blank. En dat was de vorige keer ook al zo. Waarom praat ik zo? En dat was de vorige keer ook al zo, maar toen stonden er alleen posters op. En toen las ik een comment, ik weet niet van wie, ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe laat, ik weet niet wat voor ziektes. Die zei van, ja, je moet al je fandingen op die muur plakken. En toen dacht ik, hey, dat is een goed idee. Dus nou heb ik dus al die fandingen, alles wat ik thuis gestuurd heb gekregen, van fans en van kijkers en alles. En nice. Ten tweede heb ik een nieuwe pet en ik ga hem gewoon aan jullie laten zien. Het is namelijk deze. Master. Maar het is nou zeg maar zo van, als ik mijn haar een beetje overdoe, ik zie nou niks, ik weet niet of het vet uitziet. Hey Master, ik ben Cookie Monster. Netjes man, echt stoer. Of niet? Nee, hij is echt chill, er staat Cookie Monster en hier staan nog koekjes. Hij is precies de goede maat, dus dat zegt Master. Fucking, maar ja, deze heb ik dus ook gekregen zelfs, van Iris en Anne, twee hele trouwe fans van mij. En die dachten van, ze sturen hem even een pet. Dus dat is wel nice, ik vind hem best wel gruwelijk. Maar ik vind deze toch leuker, sorry. Dus ik ga deze opdoen in mijn video. Oké, het is tijd voor de Q&A. Dat is een rijmend zinnetje. Dat zijn twee zinnen, maar dat... Oké. Ik heb wat vragen verzameld als het goed is. Oké. Vraag 1. De eerste vraag. Ik ga niet bij elke vraag 1. Maar ja, ik bedoel ja. Van Chips Zakje. Wil je laten trouwen? Ja, ik wil laten trouwen. Ja, dus ik heb hier eigenlijk geen grapje bij. Het is gewoon ja, ik wil laten trouwen. Antwoord op jouw vraag is beantwoord. Antwoord op jouw vraag is gedaan. Jij hebt... De vraag is beantwoord, dat is het. Van de Sofieheid. Wat is je lievelingspet? Welke denk je? Nee, voordat ik deze had was het... Ik denk... Ja, ik weet het niet. Ik vind al mijn petten gruwelijk. Maar nu heb ik deze en deze vind ik echt... Fuck no! Een vraag van Vet Flobby Snikkerdik. Dikke flubberige snikkerlul. Oké, ja. Hele rare gebruikersnamen hebben sommige mensen toch. Kleine meisjes of grote meisjes, dubbele punt 3. Ik val op kleine, hele kleine meisjes. Zeg maar als het, ik val rond, ik denk 20, 25 centimeter of zoiets. Daartussenin, daar val ik op. Dus Barbie poppen, dat vind ik altijd heel erg aantrekkelijk. Oké, standenpan. Kun je 3 bananen in je mond stoppen? Dat weet ik niet. En speciaal voor jou ga ik nou even 3 bananen pakken, denk ik. Dat vinden jullie leuk, hè? Jullie willen mij zien. Jullie willen mij 3 bananen in mijn mond zien stoppen. Jullie denken van, ja, doe het. Ja, doe het. Dat willen we zien. We willen iets zien wat je niet kan. Ik voel me echt gebruikt nou. Oké, we hebben een probleem, dames en heren. Ik zal het jullie vertellen. In dit huis hebben wij maar 2 bananen. 2. En daarom heb ik nog een, hoe heet het? Persik, nectarine, iets. Grote druif. Kleine appel. Nou, kut. Tweede banaan. Hij zit erin. Klinkt best wel fout. De banaan zit erin. Ja. Denk, zal ik hiermee beginnen? Ik ga niet werken. Ik denk dat ik ga kotsen. Eerst het kleine stukje. Oh. Ho, ho, ho. Ho, ho. Dat was heel fijn. Het antwoord is nee, ik kan het niet. Ik kon gewoon net zo goed nee zeggen. Denk maar niet dat ik die banaan nog op ga eten. Sorry. En vergeet niet, dames en heren, jongens en meisjes. 2 stuk fruit per dag is gezond. Als je er 3 hebt, is het ook goed. Maar dan moet je ze wel doorslikken. Ik heb mijn portie fruit gehad voor vandaag. Lala Loser. Verstoichi Twukva Vestvloms. Oké, dus zal vast die staan van versta je ook West-Vlaams? Ik denk het niet, ik heb het nog nooit gehoord. Love, Floor, Sophie. Wat zou je doen als je 1 dag een vrouw was? Nou, dat is heel simpel. Ik zou zo snel mogelijk me aanmelden bij een of andere cheerleaderclub. En dan diezelfde avond nog een wedstrijd spelen, waarna ik daarna zeg maar naar de kleedkamer moet. En mezelf omkleden met alle andere dames, cheerleaders, mevrouwen. Ja. En dat allemaal in 1 dag. En ik wil natuurlijk wel eens een bevalling meemaken.
Dat lijkt me zo'n lekker gevoel. Dat doen we niet, Kelvin, nee. Mollerly Keum Forever. Welke kleur hoofd heb jij? Mijn hoofd is een beetje groen. Een vraag van Control Your Own Mind. Waarom is cake niet blauw? Cake kan best wel blauw zijn. Kijk maar. Alsjeblieft. RS Hunt for Life. Nou Kelvin, mijn vraag is... Waar is Perry? Doobie doobie dooba, doobie doobie dooba. Ik heb geen idee. Arnhem Nadia. Wat is je beste versiertruc ooit? Oké, alle dames en heren even gewoon luisteren. Want dit werkt altijd. Als je een leuk iemand tegenkomt en je wil hem direct inpakken met een geweldige begin. Een geweldige bam, een geweldige ijsbreker. Dan is dit wat je moet doen. Je pakt 2 bananen en 1 nectarine. En je stopt ze alle 3 tegelijk in je mond. En het is zeker dat meisje valt voor jou. Dat meisje valt voor jou omdat het best wel ranzig is. Yeah. Ik kom net op een geweldig idee. Denk jij dat je 3 bananen in je mond kan stoppen? Pomp het dan in een videoreactie hieronder. Ik heb nog nooit gevraagd voor een videoreactie, maar dit is gewoon mijn eerste keer. Zet het in een videoactie onder deze video. En dan kijk ik het. Ook al lukt het niet, gewoon proberen. En dat is gruwelijk. En het is echt chill als je dat gaat sturen. Oké, nice. Een vraag van Banya Movies. Dit is zo'n vage gebruikersnaam. De vraag van Banya Movies. Toen de kip het ei van het raam verstopte achter de stoepstengels. Nog een keer. Toen de kip het ei van het raam verstopte achter de soepstengels die aan het hula hoepen waren terwijl Super Mario een Pikachu ving, was jij er niet. Waarom niet? Ik was daar wel, want jouw verhaal klopt niet. De soepstengels waren namelijk opgegeten door mij, dus kon het kip van het ei het raam nooit verstoppen achter het kip ei. De soepstengels. Die, ja. Oké. Houtwijkertje 070. Wat doe je als je Bardo's balhaar ziet? Nou mensen, ik kan jullie mededelen, Bardo heeft geen balhaar. Dat kan ik uit ervaring mededelen. Een vraag van Dus Ik Zeg. Wat liever, 1 miljoen abonnees en geen vrienden of geen abonnees en wel vrienden? Mijn abonnees zijn mijn vrienden. Keiharde own. Nu jij weer. Godverdomme. Oké, kleine aap. Modern Warfare 2 shot. Kelvin, hadden alle Japanners nou 's nachts hun ogen wijd open? Japanners slapen niet. In de nacht is maar 1 ding wat de Japanners doen. Nou, ik moest dus meedoen en ik heb de hele week niet geslapen. Angel Music X. Vraag. Wat is je favo artiest? Leonardo da Vinci. Oh, je bedoelt muziek dingen. Nee, ik heb geen favoriete artiest. Echt niet, ik vind echt zoveel muziek vet. En ik vind echt alles gewoon echt gruwelijk. Ik hou zowel van Jason Derulo als 30 Seconds to Mars. Oh ja, daarachter stond nog. Wedden dat deze vraag niet beantwoord wordt? Oké, ik wil best wedden. Wedden voor een bananenschil. XXX Ilse XXX. Wat vinden je ouders ervan dat je filmpjes maakt? Nou, volgens mij vinden mijn pa die boeit niet zoveel. Ik bedoel, hij heeft wel andere dingen aan zijn kop. Maar mijn moeder, die kijkt elke week naar mijn filmpjes. Hallo mam. Ik heb trouwens mijn wasbak nog niet uitgepakt. Sorry, ik moet dat nog doen. Isabella BC. Wist je dat je op www.gosupermodel.nl echt ongeveer wel 100 meisjes fan van je zijn? Zo heb ik jou ook ontdekt en nog veel meer abonnees. Dat wist ik. Het is echt vage shit daar. Het is een forum voor allemaal meiden. Ik weet niet, Go Supermodel. Ja, daar is dus een heel topic over mij. En ik heb het wel eens gelezen. En ik vond het best wel gruwelijk. Ik moest er best wel hard om lachen. Ik wou trouwens ook zelf een account aanmaken om daarop te gaan posten. Het is allemaal van, hey, ik ben Kelvin, hoe is het, hoi. Maar toen had ik het account aangemaakt. Maar voordat ik een berichtje kon zetten, moest ik eerst 18 spelletjes spelen of zo. En het eerste spelletje ben ik al echt een uur mee bezig geweest. En dat vond ik al fucking moeilijk. En toen moest ik er nog een paar. En toen dacht ik echt van godverdomme. Ik moest gewoon echt meiden, vrouwen opmaken. En weet ik veel. Voelde me toen best wel even verwijfd. Sorry. Ben ook een wijf. Ilona dus. Vind je het raar dat Octo geen oren heeft en zijn huis wel? Nou, nee, ik vind dat inderdaad heel erg raar. Nee, ik denk dat ze een contract hadden met Nickelodeon. En dat daarin stond van elk personage moet oren hebben. Maar omdat ze Octo geen oren wouden geven, dachten ze van we zetten hem op zijn huis. En dan heeft Nickelodeon het vast niet door. Ja joh, dat kan best. Vraagt. Vind je zelf dat je bent veranderd sinds je eerste vlog? Zeker. Ik bedoel, veel vlogs aan het begin van vloggen zijn altijd vaak kut. Maar ik ben echt wel veranderd. Ik bedoel, ik zie nou veel meer in wat voor geniale gebeurtenissen er zijn gebeurd in mijn hele fucking leven. Qua stijl best wel. Ik bedoel, ik ben nou veel meer een beetje, ja, weet ik veel. Hou gewoon je bek, oké? Sorry. Bernirin, dat is een gebruiksnaam, die heeft een vraag gesteld. Namelijk, hoe ziet je hele kamer eruit? Zo, dit is gewoon de eerste keer dat jullie behind the scenes van mijn kamer zien. Normaal, je hebt hier achter mijn normale setting, zeg maar. Dan draai je om.
En dan heb je hier achter mij zeg maar gewoon een raam en een deur. Dan heb je hier een muur met een prikbord met foto's en met dingen die ik nog moet doen en alles. Dan heb je hier mijn kast waar ik de camera inzet. Daar staat altijd mijn camera. Dan heb je hier mijn computer en daar mijn toetsenbord en mijn lamp en alles. En, oh, dat is best wel episch. En dan heb je daar mijn deur en dan heb je hier mijn normale ding. Dat is mijn hele kamer. Oké, dat waren de vragen. Of toch niet? Nee, ik heb nog één vraag en dat is de vraag die het vaakste is gesteld. Namelijk deze vraag. 5 woorden. Heb je een vriendin? Oh nee, dat zijn 4 woorden, sorry. Nou, het antwoord daarop is simpel. Het is maar 1 woord. Ja. Nee, grapje. Ik heb geen vriendin. Echt niet. Ik ben single. Oh, dan komt mijn moeder, denk ik. Ivy. Oeh, mag dit niet? Ja, dit is mijn filmpje, moeder. Ben ik blij met het feit dat ik moet even twee stappen naar links. En dan heb een beetje bukken. Twee stappen naar links en dan een beetje... Doen? Doe maar. 2. En naar beneden. Nee. Jawel. Gewoon ja. Beeld. Heel en fijn. Zo schuif ik terug. Oké. Okay. Katje. Doe je. Dat was mijn moeder. Nee, ik heb geen vriendin. Dat was het antwoord op mijn vraag. Het filmpje wordt echt ziek lang gewoon. Het is gewoon ziekelijk lang. Oké, dat was mijn filmpje. Het volgende filmpje gaat over iets. En het is iets wat jullie nog niet gaan weten. Dat waren mijn antwoorden. Sorry als ik je vraag niet heb beantwoord. Maar dan is het zo van... Dan kan ik alle vragen wel gaan beantwoorden. Hè. Dat is logisch. Dat kun je wel gewoon bedenken. Oké, dat was mijn filmpje. Oh, daar ben je, Perry. Dat was mijn film voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben Kelvin. En ik zeg... BAM! Mijn haasten. Boom.